normaal mannelijk lichaam is met een sixpack. Dat hoort, anders ben je geen man. Toen dacht ik, als ik aandacht wil krijgen, dan moet ik misschien zorgen dat ik ook een sixpack heb. Beetje bij beetje ben ik daarin in doorgeslagen. Sinds 2013 ben ik gediagnosticeerd met een eetstoornis. Het veelzien van het gespierde ideaal kan leiden tot depressieve gevoelens en het ervaren van symptomen van eetstoornissen. Met kanalen zoals Instagram zie je dat dit soort ideaalbeelden uitgroeit. Op Instagram daar krijg ik ook weer dat gevoel van, weet je, zo had ik moeten zijn. En anders ben ik het niet waard. Ik krijg ook best wel vaak de opmerking dat ze mijn lichaam als een droomlichaam zien. Waar ik wel een beetje van schrok was een jongen van 10 jaar die mij een bericht stuurde. Ik wil mijn vet kwijt bij mijn buik. 10 jaar. Daar geef ik een advies erover. Maar in principe kan je vanaf elke leeftijd al beginnen. Het begon heel onschuldig en het eindigde wat minder onschuldig. Hele strakke, gespierde lichamen. Ik denk dat ik dat als referentie heb genomen. Alles daaronder is niet goed genoeg.